Waarschijnlijk kan je fietsen. Dat heb je geleerd met veel vallen, met veel opstaan, maar vooral door het heel veel te oefenen. En zo gaat het eigenlijk met wiskunde ook. Vaak krijgen we de vraag, hoe kan ik nou het beste leren voor wiskunde? Daarom zijn hier een paar handige tips. 1. Heel veel oefenen. Zoals heel veel dingen moet je wiskunde heel veel oefenen. Daardoor leer je je brein patronen herkennen, waardoor de volgende vraag misschien wel weer wat makkelijker wordt. 2. Berekeningen. In de wiskunde is niet je antwoord het allerbelangrijkste, maar vooral hoe je aan je antwoord komt. Schrijf daarom altijd alle stappen die je in je hoofd maakt ook op papier op. 3. Werk netjes. Door in je schrift netjes en overzichtelijk te werken, kun je nog eens terugkijken naar hoe je een som hebt opgelost. Dat is makkelijk voor als een keer iets fout gaat, maar ook als je nog eens een keer na wilt kijken. 4. Nakijken. Je werk nakijken is een hele goede manier om terug te kijken of je de opdrachten daadwerkelijk hebt gesnapt. Als je zelf niet kan nakijken, vraag dan je ouders of de docent om dit samen met jou te doen. 5. Had ik je al verteld dat je heel veel moet oefenen? Als je deze tips volgt, ben je heel goed op weg met het leren van wiskunde. Als het dan toch nog eens tegen zit, denk dan even terug aan dat fietsen. Want dat ging met veel vallen, maar juist ook weer met opstaan. En dat is voor wiskunde niet anders. Bedankt voor het kijken. Volg ons ook op Twitter, Facebook en Instagram. En vergeet niet te abonneren op Wiswereld. Tot de volgende keer.